Gamers weten niet wat ze meemaken. Ze zitten midden in een spannende finale als ze ineens worden gehackt. Wow, I'm getting hacked! De deelnemers lijken vals te spelen, maar zonder dat ze dat zelf willen. Zo zien ze de namen van alle andere spelers dwars door de muur heen en weten ze dus waar ze zijn. Yes, I can see everyone! Shoot now! I'm cheating! En ook kunnen ze veel beter schieten. You gotta leave the game, bro. Het voelt een beetje als een spionage-thriller eigenlijk. Van wie heeft dit gedaan? Waarom hebben ze dit gedaan? Wat proberen ze ermee te bereiken? Mensen zitten met heel veel vragen op dit moment. Bastiaan Vroegop is game-deskundige en weet veel over Apex Legends. Ook hij zag de hack gebeuren. Er was dus iemand op hun computers ingebroken en die had cheat-software geïnstalleerd. Om te zorgen dat ze opeens beter presteren. Het is een beetje alsof Ajax op het veld staat en opeens de middenvelder opeens 3 keer zo hard kan rennen. Maar hij snapt zelf ook niet hoe dat kan. Okay. Apex Legends is een online schietspel voor 13 jaar en ouder. Ook veel kinderen spelen de game. Samen met je team moet je zo lang mogelijk overleven op een eiland dat steeds kleiner wordt. Het spel lijkt wel een beetje op Fortnite. Er worden ook professionele Apex Legends toernooien gehouden voor volwassenen. En dat het juist bij zo'n professioneel toernooi misgaat, is volgens Bastiaan heel opmerkelijk. Iedereen die fan is van het spel, die volgt dat toernooi op de voet. Dus als op zo'n moment juist dat spel gehackt wordt, dan weet iedereen gewoon dat dat spel kwetsbaar is. I didn't leave the game, right? Deelnemers aan het toernooi moesten het spel zo snel mogelijk verlaten. Want als de game denkt dat je vals speelt, kan je account worden verwijderd. Er zijn allemaal systemen in de game die houden in de gaten of je aan het cheaten bent. Dus als dat systeem opeens op jouw computer ziet, er staat cheat software aan, dan word je automatisch eigenlijk geband. It wasn't them doing it. Who was doing it though? Veel spelers maken zich nu zorgen over de beveiliging van het spel. Als zo'n groot toernooi gehackt kan worden, kan dat misschien ook bij normale potjes, denken ze. You should not launch Apex Legends. Wie er achter de hack zit, is nog onduidelijk. Dus misschien is het gewoon iemand die een grapje aan het uithalen is bij het toernooi, of een hacker die dit misschien wel gebruikt om de maker van dat spel eigenlijk te bedreigen. De maker van Apex Legends gaat nu onderzoeken wat er precies is gebeurd. I left. I had to leave.